Maar nu heb ik mijn haar droog. Ja. Ik ben, nu ben ik privé thuis en mijn man zegt, hé, hey, leuk uit eten. En dan denk ik, ik wil even iets, een slag erin. Ja. Ik heb mezelf denk ik al een stuk of 68 keer verfikt bij polsen, ja, vingers met de krultang. Ja. Dus dat gaat niet. Maar ik wil wel een... Ja, nou goed, dat begrijp ik, want krultang is heel erg heet. En dan moet je mee oppassen dat je handen niet brandt en ook je haar niet verbrandt. Dus je kunt ook krullen maken met lucht, hou ik ook van. Je kan zeg maar die föhn gebruiken. Die kan je gebruiken om eerst je haar even helemaal lekker droog te föhnen. Ja. Dan is het allerbelangrijkste. Wat voor effect wil ik bereiken? Nou, in jouw geval wil je een klein beetje slag. Dan pak je dat grote opzetstuk. Die zet je erop. En moet je je haar al in het model doen waarin je het wil hebben? Dat vind ik altijd wel het lekkerste. Want kijk, we gaan niet Shirley Temple van je maken. De bedoeling is jammer. Net, ja, heel jammer. We doen een beetje daar waar we willen. En dat hoeft niet helemaal over het hele haar. Wil ik iets een beetje een beach wave maken. Dus niet een hele krullenkop, maar gewoon her en der wat movement. Dus je stijlt je haar zoals je wilt. Middenscheiding, zijscheiding. En dan kun je zien, zoals in jouw geval, is het dan mooi om bijvoorbeeld hier te beginnen met een pluk op te draaien. Maar, en omdat het wat lekkerder eraan is, is maar één ding. Dus je hebt je andere hand vrij om omheen te leggen. Maar jij mag nu eigenlijk weer aan me komen, maar je vindt dit toch gewoon een soort leedvermaak en ramptoerisme als ik het zelf doe. Zeker. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil hier eigenlijk ook nog wel even mee doorgaan. Leuk. En als je het niet goed doet, dan doe ik het weer. Staat je haar goed? Fik. Staat je haar goed? Fik. Dan begin je met een pluk, niet al te groot. Zet je het apparaat aan. Dit? Ja, het enige waar je even goed op moet letten is de richting van de krul. Dus in dit geval, je kijkt naar de pijltjes, de pijltjes staan zo, haal je het apparaat zo. En het voordeel van die airwrap is dat als je het eromheen legt, op die manier, naar buiten, dan zuigt die als het ware automatisch die krul op. Dit is wel een airwrap, maar het is geen ander instrument waar je andere dingen mee kan doen, toch? Er zullen mensen heel creatief zijn, maar ik gebruik het voor het haar. Yeah, don't try this at home. Even belangrijk om uit te leggen, er zitten drie standen lucht op, drie standen warmte. We zetten alle twee omhoog. Er zit een aan- en uitknop op en dat blauwe knopje is belangrijk. Dat is de koelknop. Want je kan iets föhnen, maar belangrijk is dat je het daarna in hetzelfde proces afkoelt. En die afkoeling zorgt ervoor dat hij heel goed blijft zitten. Probeer het maar eens uit. Zet hem aan. Nee, het is geen standaard voor. Okay. Pak een pluk. Denk eraan wat ik zei. Hou hem recht. En hou hem hier. En dan op een gegeven moment zul je zien, dan zuigt hij hem automatisch op. Ja. Hou je hem vast. Pak de kaalknop, dus duw hem omhoog. Doe het er maar uit. Kijk, de krul. Dat is best snel. Het is ook niet gelukkig niet meteen heel gedaan. Of zo. Nee. Pak de volgende. Pak je de volgende. Deze. Ja. Doe het maar eventjes zonder dat je hem aan hebt. Dan kan ik je nog één keer uitleggen. Dus zet hem achter. Juist hem. Ja. Maar laat het dan lopen. Want door die luchtcirculatie zuigt hij hem als het ware automatisch eromheen. Dat zou ook voor andere dingen fijn zijn. Hè? Dus dat je gewoon twee keer eromheen draait en dan zuigt hij. En dan klaar ben je. Ja. Ja. Ja, laat maar los. Dan zuigt hij er automatisch omheen. Yes, gebruik de kaalknop. Gebruik de kaalknop. Ja, trek hem er maar uit. Oh, nou wat ik wel fijn vind is dat je niet meteen krul hebt. Nee, geen Shirley Temple effect. Nee. En zo kun je passé voor passé werken. Hé, en dit is vind ik het moeilijkste, want ik wil niet een poedel zijn. Zou ik hem een heel klein beetje die manier eromheen slaan. En eruit houden. Heel klein beetje eromheen slaan. En dat is eigenlijk voldoende. Ja, dat is genoeg. Ja. Weet je, dat is genoeg. Dan wordt het sexy. Anders dan wordt het too curly. Maar kijk, je hebt uiteindelijk maar twee plukjes gedaan. Ja. Kijken, dat zie je hem al gelijk hier. Wil je even de andere kant op? Zeker. En hoe kleiner je opzetstukje, hoe fijner de krul. Hoor je dat, mannen? Hoe kleiner je opzetstukje, hoe fijner. Dus jullie hoeven echt niet onzeker te zijn. Dat is niet helemaal waar. Zet hem aan. Ja, zo. Slinger hem eromheen. Oké, dan zuigt hij hem zelf. Oké, dan zuigt hij hem zelf of niet. Ben je ook van niet zo heel goed in. Hou maar het zo. Kijk. Dat kan jij doen, ja. Ik denk dat we mijn haar een keer moeten kleuren, denk je niet? Een beetje een coronakleurtje in. Zijn we er niet aan toegekomen aan deze uitgroei?
Oké, maar je kan dit met een krultang, je kan het met een borstel en een föhn, maar het is wel relaxed dat dit zo die lucht naar binnen zet. Nou ja, het is daardoor minder heet. Het is alleen maar de warme lucht. Ja, want je voelt met een krultang zo dat het knettert. Kleine crematie. Wil je één klein krulletje proberen? Ja. Oké. Okay. Die allerkleinste? Ja, pak je die. Nou, gewoon lachen hoor. Nou ja. Ja, maar puur even om het effect voor jou te zien. Ja. Dus je begint, pak je deze pluk even weer. Alhoewel, kijk hoe mooi die valt, hè? Zie? Hoe mooie S, mooie loop dit is. Nou, welke wil je dan? Deze? Nou, ik pak maar gewoon een plukje aan de voorkant. Dat je even het verschil ziet tussen een kleine en een grote. Deze nog de achterzetten, precies. Eromheen slingeren. En dan pak je hem vanzelf op. En dan vang hij staat hem nu vanzelf op. Ah ja. Nou, ik word er best handig aan. Oefeningbaar kunt, ja, aan de maar. Oh ja, dan heb je een. Zie, dan heb je een sterkere krul. Ja. Maar wat ik er het mooiste aan vind, is dat het heel nonchalant is. Ja, precies. Dat je niet een stijve krul hebt. En dat je ook ziet, dat uiteindelijk pak je 6 plukken en dan heb je dit effect al. Ja. Dus hoe dunner je je plukje pakt, dus hoe meer passees je opneemt, hoe gekrulder, hoe meer het wordt. Ja. En hoe grover, dus 3, 4, 5 plukken, hoe minder effect je krijgt. Maar dat is vaak net genoeg. En je moet daarna niet weer helemaal heel veel met haarlak. Zeg je altijd, want dan wordt het te zwaar. Ja, dan wordt het een helm. En je wilt toch die nonchalance hebben. Dus het zit hem in die versteviging. Ja. Het zit hem in de bescherming. Het zit in een beetje poeder om structuur te creëren. En haarlak gebruik, ik ben dol op haarlak, maar dat gebruik je alleen maar om of bijvoorbeeld de lok te fixeren. Hè? Of een klein waasje over je hele hoofd om het een beetje tegen de vocht te beschermen. Maar dat is eigenlijk voldoende. Want je wilt toch ook die nonchalance erin houden, dat het beweegt. You like? I like. Maar het risico aan deze video's is wel dat ik het straks allemaal in mijn eentje kan doen. En dat jij alleen nog maar... Ik moet je wat vertellen. De koffie. Wij gaan emigreren. Dus eigenlijk is dit gewoon een soort voorzorgsmaatregel. Dat jij niet straks in een... Nee, we kunnen het land niet uit. En in Brazilië zijn ook heel veel gevallen van corona, dus ze zijn niet veilig. Mm-hmm. Ik zeg toch niet dat ik naar Brazilië ga? Nee. Nou ja, dan kan ik je loslaten. Nou, ik heb jullie nooit gemogen. Ik ga niet meer zelf. Doe mij niks. Kijk je, ik blijf altijd bij je. Laat me alleen. Altijd alleen bij je. Alleen met allemaal verdieping. Met haar. Leuk hè? Misschien kan ik zaterdag, of kan ik het zaterdag zelf doen? Ja, misschien krijg je kop kaal. Dat hoef je niet te doen. Ik heb een korte pony.